leerwerkplaats zit op een externe locatie. Dus bewust gekozen voor die externe locatie om leerlingen al echt het gevoel te geven dat ze naar hun werk gaan. Als we hier naartoe gaan, zijn er twee wegen. Wij pakken meestal de korte, dat is via het OLV en dan via het chasséveld en dan die straat in. Dan haalt het maar recht en door. In the hollow of time. How you breathe in and sigh. Holding life like... Leerlingen stromen in op het derde leerjaar van praktijkschool. We gaan hier kijken en samen werken aan stagevaardigheden. Er zijn een aantal competenties waar onze leerlingen aan moeten gaan voldoen. Aan het einde van het derde leerjaar gaan we kijken of dat ze wel of niet op stage mogen. Ik vind het heel leuk om hier te zijn en te werken. Ook heel leerzaam, want je leert materialen omgaan met een hefwagen en schroeven, bouten in elkaar zetten, schuren. Het is gewoon heel handig. Wij maken ook sportprijzen. Er zit een hele grote differentiatie in, van heel eenvoudig tot heel erg complex. En we proberen onze werkzaamheden ook in kleine stukjes te kappen, zodanig dat we toch een mooi product krijgen. Maar dit is werk waar niet fout mag gaan, want we werken op een satelliet die verkopen dan weer door aan mensen. Wij maken ook de huiscollectie stoffenstalen voor satellietmeubelen. Satelliet is een oude, goede relatie van ons. Zij begrijpen eigenlijk ons heel erg goed, kennen ook onze problemen en vragen. Ze kennen ook onze troeven. We zijn een leverancier in hospitality meubilair voor diverse markten. Stoelen, tafels, banken en dat soort zaken waar gegeten, gedronken en geslapen wordt. Veel van deze producten komen in halffabrikaat bij ons binnen. En daar vindt de samenwerking plaats met de leerwerkplaats. Het monteren van onderstellen bijvoorbeeld, of het afwerken van een houtblok wat als tafeltje gebruikt wordt, dat zijn hele mooie activiteiten die afwisselend zijn en uitermate goed gedaan kunnen worden door de leerwerkplaats. Wij willen wel graag relatie blijven met de leerwerkplaats. Eigenlijk zou de leerwerkplaats ook toegankelijk moeten maken voor kinderen die niet weg op de school zitten, maar die toch willen leren. We zijn altijd op zoek naar bedrijven die met ons meedenken om samen met de leerlingen natuurlijk producten te gaan maken. Om natuurlijk ook te zorgen dat deze leerlingen straks op stage kunnen en een volwaardige plaats in onze maatschappij krijgen. We zijn geen commercieel werkend bedrijf. Het werk hebben is voor ons het belangrijkste.